hoge hoed van de vet, heb ik opgeschreven. Nog zoiets waarvan je weet dat het er wel aan gaat komen, maar niemand weet wanneer. Ja, we zijn op een gebied qua rente waar we nog nooit eerder zijn geweest. Die rente is extreem laag, die is nog nooit zo laag geweest. En er zal een moment moeten komen waarop die rente gaat stijgen. Maar niemand heeft dit ooit nog meegemaakt. Dit is een soort monetaire darkroom waar centrale bankiers zich in vinden. Ze weten wel hoe ze er terecht zijn gekomen, maar de weg naar buiten die is niet te vinden. Dat is die darkroom. En Yellen loopt door die darkroom en zal als eerste een signaal moeten gaan geven over de rente die gaat verhoogd worden. Want het is zeer waarschijnlijk dat als eerste de Amerikanen de rente zullen verhogen. En op het moment dat Yellen nu haar tweedaagse meeting heeft in april, zal ze waarschijnlijk het laboratorium gaan aanzetten van centrale bankiers. En in haar persbericht dat bij dit hele verhaal hoort, signalen gaan afgeven en kijken hoe beleggers daarop reageren. Herinner beleggers, je 2000... als muizen, beleggers als muizen en de bankiers als wetenschappers. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Dat heeft Bernanke in 2013 gedaan toen hij de term tapering introduceerde. En Yellen zal ook nu gaan kijken hoe reageren beleggers erop. Kunnen we het al gaan doen? Ze zeggen in vorige statements, we kijken heel erg goed naar de monetaire data. We kijken heel erg goed naar de macro-economische data. Of we het wel of niet kunnen gaan doen. Die is verbeterd de afgelopen periode. Dus er zal ongetwijfeld een signaal gaan komen van de Fed die verder hint op een renteverhoging. Oké, en daar wachten we allemaal op. En verwacht je ik moet wel even wennen aan het beeld van Janet Yellen die door haar darkroom heen loopt. Hoor. Dus En dat samen met Kuroda en Draghi, dat is heel niet visualiseren, denk ik. Juist.